Vogelgriep, varkenspest, stikstofcrisis. De boeren hebben het zwaar te verduren gehad de afgelopen jaren. Denk je alles gehad te hebben, dient het volgende tragische hoofdstuk zich alweer aan. We spreken met de familie Bredenborst over de naderende teloorgang van een product dat onze cultuur zo rijk heeft gemaakt en ons menig hongerwinter heeft doorgeholpen. De aardappel. Heb je de camera laten zien? Hier doen we het allemaal voor. Dit zijn onze jongens. Kom, hop, deze kant. Wat dacht je van al die hipsters? Hè? Van al die hipsters die gewoon met van die koolhydraatarme diëten komen. Hier. En al die boeken, hè? Bestsellers. Kunnen wij binnenkort gewoon onze biezen pakken? Hier. Laat het eens zien. Kijk, 30 dagen menu, slank en gezond in 4 weken. Koolhydraatarm. 500 koolhydraatarme gerechten. Zonder pieper. Het keto-dieet kookboek compleet om gewicht te verliezen. Zonder pieper. Die hipsters... Die maken ons leven zuur. Niemand zit meer op de pieper te wachten. En ze hebben geen idee wat ze missen, hè, de stakkers. Het zit overal in. Het zit namelijk overal in. Maar echt, stamppot, ja. Waar denk je dat stamppot van gemaakt wordt? Nou, en frieten. De puree. Frietjes. Puree ook. Fransen, dat Fransen. Frans. Hoe heet dat? Gratin. Krieltjes, rotti, moussaka. Chips. Paprika chips, chili chips, aardappelsoep, brood. Brood ook. Waar denk je dat brood? Brood, zit er aardappel in brood? Dat was een insinker. Ik wilde even kijken of je nog wakker was. Maar je was wakker. Ja, je was wakker. Ja, ja. 400 jaar familiegeschiedenis dreigt definitief te verdwijnen. Maar de familie Bredenborst zou de familie Bredenborst niet zijn... als ze niet met een innovatieve oplossing zouden komen. Ja, wij laten ons niet zomaar weghipsteren. Nee, natuurlijk. Want wij zijn namelijk online gegaan. Ja. Kom je mee kijken? Oa. Kijk eens even. Ringleid. Hallo de koekoek. Koek. Enig. En hier ook een mooie computers en alles. Is Stefan allemaal gekocht? En Stefan... Hij heeft er 20 koeien voor mogen verkopen. Goed. Ja, heel wat. Ja. En dan heb je hier Kees, ga je anders even op de aardappels liggen? Dat is wel leuk voor de Insta. Ja, dat is leuk. Nee, luister, ik ga gaan niet tussen liggen. Als een of andere wijf op die aardappel liggen. Ja, ga toch even in die aardappel liggen. De dames hebben zelfs een YouTube-kanaal. Met iedere woensdag een nieuwe video van hun zelfbedachte zoon. The Band and the Beautiful. Aflevering 420. Ik praat niet meer met jou. Je hebt met mijn zus gezoend. Ja, wat heb je nu te zeggen? Je hebt met ons allebei gezoend. Ik zit in een tweestrijd van heb ik jou daar. Wie maakt een puree van jou? Ik ga weg. En last but not least, merchandise. We hebben t-shirts van hoogwaardige kwaliteit. Met een aardappel erop. Wordt gedragen ook door influencers, zoals je ziet. Op internet. Voor vrouwen en mannen. Kees, je had er moeten staan. Voor mensen loop maar door die toch meer van sieraden houden, hebben hier ook de pieperketting. Pieperbling. We hebben hem opgestuurd naar Justin Pieper. En die heeft hem... Justin Pieper. Ik vind dat zo'n leuke woord. Heel leuk woord. Rest ons niks anders te zeggen dan koop de merch. Yes, volg de shop. Zet de piepers weer op de kaart. Ja, en als je iets wilt delen, altijd met de hashtags Power to the Pieper. Vind ik heel leuk, is bedacht. Dankjewel. Maar ook Justice for the Pieper. Ook Emancipieper. Emancipieper van de vrouwen. Maar ook Piepers First. Piepers First. Piepers First. Hashtag Piepers First. Ja. Zo, wat eten we eigenlijk vanavond? Sushi besteld. Oh, lekker. Ja, is wel prima, toch?